Hoi allemaal, het is weer tijd voor een unboxing van de Duty Box. Ik ben op de grond gaan zitten, want de zon is zo fel dat als ik zeg maar hier bijvoorbeeld, ik weet niet of je nu kan zien, maar dan verdwijn ik gewoon los van dat ik zelf niks meer zie. Ondanks dat ik gordijnen dicht heb gedaan, maar goed. Dus ik ga gezellig op de grond zitten, maakt allemaal niet uit. Ik weet niet of ik ooit nog omhoog kom met mijn zwangere buik. Maar goed, laten we gewoon gaan beginnen. Want hij kwam net binnen. Oh wacht, dit is de... Oh, dit is weer iets anders. Er zit een Lux by Marie van de Ven. Even kijken hoor. De box die nu voor ligt is de laatste Duty Box die je ontvangt. Vanaf oktober gaan wij verder onder de naam Bilux. Ik weet niet hoeveel. Ik heb inmiddels Pretty Box, Glossy Box, Duty Box. Nou, nu dus Bilux. Nou, ik ga mijn best doen. En ze zijn blijkbaar een samenwerking aangegaan met Marie van de Ven. Nou, hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ga nog niet in het beauty menu van september kijken. Maar ik ga gewoon zoals altijd uitpakken. Ik heb deze zakjes trouwens ook echt op vakantie gewoon gebruikt om mijn ondergoed en zo in te doen. Hartstikke handig. Nou, als eerste dit spectaculaire item. Dit is een scrub handschoen. Altijd handig. Ik hou niet echt van de kleur oranje. Maar altijd handig. Niet per se nodig. Dan een Rimmel I Love Lasting Finish in nummer 009 teken het easy. Nou ben ik op zich gek op zo. Nou ben ik op zich gek op Rimmel lakjes, maar vind ik niet heel bijzonder. Er zit ook niet zoveel in. Ik heb het gevoel dat ze deze een beetje afgehaald hebben, maar goed. Dan heb je van Nao B de Soft Tolerance and Eye Contour Cream. Natural and Organic. Ik denk dat dit a tired skin around the face and eye area. Ik ga het zo even lezen. Dit is het flesje. Dat Nao B is wel een fijne natuurlijk merk. Dan van Monu. Een hydrating moisturizer met SPF 15. Sorry voor de zon. En als laatste. Play Paint. Velvety Lip and Cheek Cream. Dat is deze. Ik ga er even over lezen. Het is in vergelijking met de andere boxen een beetje karig, vind ik. Maar ik weet het nog niet. Als eerste, die Monu Hydrating Cream. Ik ken het merk persoonlijk niet. Dit is 50 ml. En voor 50 ml is de aanbevolen verkoopprijs 36,50. Dus geen goedkoop crèmetje. Dit is dus een gewone moisturizer voor je gezicht. Met onder andere teunisbloem en tarwe eiwitten. Zodat je huid elastisch en stevig blijft. En vitamine A. Nou ja, gewoon op je gezicht aanbrengen. En dan zie je de volgende ochtend er stralend uit. Ik probeer de zon te beschermen. Nou, ik ben benieuwd. Soft focus technologie voor alle skin types. Nou, gaan we proberen. Nooit weg. Dan de Nao B Soft Tolerance and Eye Contour Cream. Deze crème met zijn frisse vloeibare textuur is speciaal ontwikkeld voor de gevoelige en vermoeide huid. Voor zowel gelaat als oogcontour. En dat vind ik dan wel weer een slimme uitvinding. Want je hebt natuurlijk altijd nou ja, een oogcrème en een crème voor je gezicht. Maar dit is dus gewoon eigenlijk 2-in-1. En de ingrediënten zijn voor 98,86%. Dat is vrij exact. Van natuurlijke oorsprong. En staat ook nog, en dat vindt Sven vast heel fijn. Dames, aarzel niet om deze crème te delen, want ook uitermate geschikt voor de mannelijke huid. Eigenlijk kan ik dus gewoon alles er komt op neer. Dit is 30 ml, de 50 ml is €42. Maar Sven is, zoals je misschien wel weet, heel erg into de natuurlijke producten lately. Dus hij jat wel vaker mijn crèmetjes nu. Dus ik denk dat we deze heel romantisch samen kunnen gaan gebruiken. Dan de Rimmel nagellak. Die is €4,99 full size. Nou ja, je krijgt dus Sweetie Crush of I Love Lasting Finish. Oh, je hebt... Nee, wacht. Je kan... Heb jij de 60 Second Sweetie Crush of I Love Lasting Finish nagellak ontvangen? Hoe dan ook. Elke nagellak heeft een pluspunt. 60 Second zijn je nagels in een minuutje droog. Nou, die heb ik niet. Met Sweetie Crush
Zie je nagels eruit als heerlijke snoepjes. En met I Love Lasting blijft je manicure dagenlang perfect. Nou, daar ben ik op zich dan blij mee dat ik deze heb. En dit is ook gewoon heel mooi naturaal kleurtje. Dus ik weet zeker dat ik hem ga gebruiken. Maar of ik het nou echt iets spectaculairs vind voor in zo'n box. Waar je toch het idee is dat je een beetje nieuwe producten leert kennen. Nee, dat vind ik dan niet echt. Maar goed. Even kijken. Dan de Jelly Pong Pong Play Paint Full Size. Fluweelzachte, rijk gepigmenteerde crème voor zowel lippen als wangen. Zorgt voor een kleur die maar liefst 10 uur houdt zonder uit te drogen. Pompoenzaadolie zorgt voor het herstellen van beschadigde huid. En rabarberextract zorgt voor de huid en lippen extra gehydrateerd blijven de hele dag lang. Nou ja, even wat leuk. En ze worden niet getest op dieren. Dat is natuurlijk ook enkel op family and friends. Nou, dat is leuk als je daar, als je je vriend of vriendin daar werkt of je familielid. Dit is, denk 10 milliliter. Kan ik dat ergens zien? Nou, het is in ieder geval 10 milliliter is €13,90. Ik ga hem even openmaken, want hier ben ik dan natuurlijk wel weer benieuwd naar. Ik vind het wel heel goed dat ze niet op dieren testen. Ik vind het wel grappig dat ze dan zeggen alleen op family and friends. Ik heb altijd een beetje gemengde gevoelens bij de Jelly Pong Pong producten. Oh, mijn haar. Het wil al de hele dag niet. Oké, het is een vrij fel kleurtje. Oh, dit kan je natuurlijk weer niet zien. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien zo. Ik zal hem even uitsmeren. Het is echt een behoorlijk felle kleur. Oh, sorry voor de zon hoor. Nou, ik voel er weinig hydratatie aan. Maar het is natuurlijk wel echt... Ik ga hem nu even goed uitsmeren. Het is wel een hele mooie, simpele... Jeetje, wat verschrikkelijk. Sorry. Hoe kan ik dit anders doen? De doos ervoor. Zo. Nee, helpt dat ook niet. Het is wel echt een heel fijn kleurtje, denk ik, voor op je wangen. Ik weet niet, ik vraag me af of mijn huid er niet te droog voor is. Het ruikt prima. Het ruikt een beetje naar zeep. Hier ben ik wel benieuwd naar. Eigenlijk vind ik... deze twee het leukste. Die Nao B crème en de Jelly Pong Pong Velvety Lip and Cheek Cream. Nou, die handschoen is nog €1,99. Had er voor mij niet bij gehoeven. Maar dat terzijde. Dat was het. Dat was alles wat in de duty box zat. Ik heb hem vorige keer heb ik geen unboxing opgenomen. Maar ik merk dat jullie het toch altijd wel leuk vinden om te zien. Maar vorige keer had ik zoveel andere filmpjes dat ik niet meer kon kiezen. Het is altijd een beetje lastig om het ergens nog in mijn schema te proppen. Want ik reken er vaak op moment X. Maar hij komt, deze was ook weer te laat. Dus dan past het ineens niet meer in mijn schema. Dus ik ga hem ergens proberen tussen te proppen. Dat jullie hem zo snel mogelijk zien. En, maar goed, dat ook mijn andere filmpjes natuurlijk gewoon. Dat jullie die ook zien. Dus misschien wordt het een extra video. Ik weet het niet. Nogmaals, sorry voor de zon. Ik neem aan dat jullie mij goed hebben kunnen zien. Oh, nu kan je wel heel goed de kleur ook zien op mijn hand. Sorry voor de zon. Ik hoop dat jullie niet al te veel last van hebben gehad. Maar het is in ieder geval wel heel fijn dat die schijnt. Laten we zeggen, laten we dat vooral zo houden. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zie je snel. Doeg! Dat is dit dingetje. En dat is een soort inbakerzak. Ik weet niet...